Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Joey en ik mag vandaag met Bollo een verhaaltje voorlezen uit het grote avonturenboek van Bollo. Luisteren jullie mee? De touwtrekwedstrijd. De zon schijnt en Bollo is voor zijn huisje zijn gymoefening aan het doen. Hij heeft een handdoek om zijn nek geslagen, want van flink sporten ga je zweten. Bijtje en Egel liggen lekker lui in het gras en kijken naar Bollo. Goed zo, Bollo, zegt Egel. Zet hem op, Bollo, zegt Bijtje. Bollo kijkt naar zijn vriendjes. Maar waarom doen jullie niet mee? Vraagt Bollo. Met z'n drietjes sporten is toch veel gezelliger? Nee, ik ben moe, zegt Egel. Nee, ik ben ook hartstikke moe, zegt Bijtje. En ze gapen allebei heel hard. Egel en Bijtje doen hun oogjes dicht en genieten van de warme zon. Bollo krijgt ineens een goed idee om Bijtje en Egel toch ook aan het sporten te krijgen. Een wedstrijd. Bollo gaat naast Bijtje en Egel zitten in het gras. Bijtje en Egel doen hun oogjes weer open. Zullen we een wedstrijd organiseren? Een sportwedstrijd met onze dierenvrienden? Bijtje is ineens klaarwakker. Ja, goed idee, Bollo. Wie het snelste rondjes kan vliegen om jouw huisje? Ikke! En Bijtje begint heel snel rondjes te vliegen om het huisje van Bollo. Hij gaat zo snel dat hij er een beetje duizelig van wordt. Bollo ziet dat en roept snel, nu moet je de andere kant op vliegen, Bijtje. Maar het is al te laat. Bijtje valt naar beneden en landt met een smak op het zachte gras. Oh, ik zie alles draaien, zegt Bijtje. Ja, lacht Bollo, dat komt omdat je maar één kant op vloog. Dan word je een beetje duizelig. Egel springt op en zegt, ik weet het. We doen een wedstrijd wie het snelste kan rollen. Ikke! Egel rolt zichzelf op en gaat heel snel over het gras rollen. Hij rolt zo snel dat hij ook duizelig wordt. Gelukkig komt hij net op tijd tegen een molshoop aan en stopt met rollen. O jee, Bollo, ik zie ook alles draaien. Bollo lacht. Nu weten we in ieder geval wat we niet gaan doen. Geen wedstrijd rondjes vliegen en ook geen wedstrijd over de grond rollen. Maar wat dan wel? Vragen Egel en Bijtje. Bollo denkt na. Ik weet het. Een touwtrekwedstrijd. Dan kunnen al onze vriendjes meedoen. Ja, goed idee, Bollo. Ik ben team Superbijtje en ik ben team Turbo-Egel, roepen Bijtje en Egel. Maar ja, Bollo, hoe komen we dan aan een heel lang, dik trektouw? Bollo denkt na. We vragen de vogels of ze een mooi, lang touw kunnen vlechten van hele kleine twijgentakjes. Ze kunnen een nestje vlechten, dus vast ook wel een touw voor ons. Wat een goed idee van Bollo. En wat kunnen we winnen? Vraagt Egel. Ja, wat kunnen we winnen? Zegt Bijtje. Ja, dat is nog een verrassing, zegt Bollo. En zo gaat iedereen aan de slag. De vogels vlechten een lang touw en Bollo zorgt voor mooie prijzen. En Bijtje en Egel, die gaan naar het bos om hun dierenvrienden te vragen om mee te doen. Bijtje gaat links het bos in en Egel gaat rechts het bos in. Egel heeft een grote oranje toeter voor zijn mond. Beste dierenvrienden, vanmiddag is de grote Bollo touwtrekwedstrijd. En ik ga winnen! Wie wil er in het beste touwtrekteam van het dierenbos? Team Turbo Egel! Al snel heeft Egel zijn team bij elkaar. Bijtje heeft een nog veel grotere toeter voor zijn mond.
Beste dierenvrienden, vanmiddag is de grote bollo touwtrekwedstrijd en ik ga winnen. Wie wil er in het allerbeste touwtrekteam van het hele dierenbos? Team Superbijtje? En ook Bijtje heeft al snel zijn team bij elkaar. Nu kunnen de teams gaan oefenen en een hele leuke jel verzinnen. Dat hoort erbij. De wedstrijd kan beginnen. Iedereen heeft zijn beste sportkleren aan en zijn beste sportschoenen. Ze zijn er allemaal klaar voor. Bollo praat door een grote toeter. Lieve dames en heren, de Bollo touwtrekwedstrijd gaat zo beginnen. Vogels, breng het touw. De vogels komen aangevlogen met een heel lang dik touw van twijgentakjes en leggen ze op de grond. Dat ziet er goed uit. Iedereen klapt. Bollo kondigt aan. En hier is team Superbijtje. Bijtje komt met zijn team aangelopen. Bollo vraagt, hebben jullie een jel? Natuurlijk, Bollo, zegt Bijtje. Laat je maar eens horen, team Superbijtje. 1, 2, 3. Het hele team van Bijtje roept. Bruin, geel, groen. Wij zijn de Superbijtje touwtrekkampioen. Bruin, geel, groen. Wij zijn de Superbijtje touwtrekkampioen. Bollo lacht. Ha, goed zo. En hier is team Turbo Egel, roept Bollo. Egel komt met zijn team aangelopen. Hebben jullie ook een jel? Vraagt Bollo. Jazeker, Bollo, zegt Egel. Team, daar gaan we. 1, 2, 3. Wip, wap, wop. Team Turbo Egel staat aan de top. Wip, wap, wop. Team Turbo Egel staat aan de top. Bollo klapt in zijn handen. Heel goed. Team Superbijtje pakt de touw aan de linkerkant vast. En team Turbo Egel pakt de touw aan de rechterkant vast. Bollo vraagt, oké teams, zijn jullie er allemaal klaar voor? Iedereen roept, ja Bollo! En Bollo telt af. 1, 2, 3, starten! Alle dieren trekken zo hard als ze kunnen aan het touw. Wat is team Superbijtje sterk? Maar ja, gaan ze winnen. Oh, maar nu trekt team Turbo Egel veel harder. Gaan zij dan winnen? Het is een hele spannende wedstrijd. Nog harder trekken, team Superbijtje. We kunnen het, roept Bijtje. We zijn er bijna, roept team Turbo Egel. Trekken! Oh, en dan? Ineens knapt het touw doormidden. Iedereen valt op de grond, boven op elkaar. De dieren rollen allemaal over elkaar heen. Ze moeten er allemaal hard om lachen. Wow, zegt Bijtje. Wat zijn we sterk. We hebben het touw door midden getrokken. Zo hé, roept Egel. Wij zijn sterk. We hebben het touw door midden getrokken. Jullie zijn allemaal sterk, zegt Bollo. En daarom zijn jullie gewoon allemaal winnaars. Allemaal winnaars. Iedereen is nummer 1. Hoera! We hebben allemaal gewonnen. Alle dieren roepen dat in koor. En voor iedereen heb ik een speciale prijs, zegt Bollo. Alle dieren van team Superbijtje en alle dieren van team Turbo Egel krijgen een mooie medaille van Bollo. Met natuurlijk het cijfer 1. En de vogels ook, omdat ze zo'n mooi touw hebben gemaakt voor de touwtrekwedstrijd. Wat was het een leuke touwtrekwedstrijd. Zelfs Egel en Bijtje vonden het leuk om te sporten. Dank jullie wel voor het kijken, kinderen. Dit was weer een verhaaltje van Bollo. Tot de volgende keer. Dag!